NASC, dat staat voor natuurkunde en scheikunde. Het is dus een combinatievak. Eigenlijk twee vakken samengegeven als één. Natuur en scheikunde zijn allebei natuurwetenschappen. Maar wat zijn nou eigenlijk natuurwetenschappen? Nou, ze bestuderen de natuur. Dan moet je natuur hier heel ruim opvatten. De natuur, moet je eigenlijk zeggen van ja, dat is alles wat is zoals het is. De natuur kun je wel sturen, maar je kunt niet veranderen hoe het werkt. Beetje lastig omschrijven, komen ze dan meteen weer met dat voorbeelden. Bij natuurwetenschappen geldt ook dat meningen er niet toe doen. Alleen feiten die we halen uit experimenten en metingen. Dat betekent dus dat we moeten gaan bestuderen met objectieve metingen. Ook weer zo'n lastig woord. Wat betekenen objectieve metingen? Nou, betekent objectief, dat betekent het is niet afhankelijk van wie de meting doet. De beschrijvingen zijn zonder meningen, zonder associaties, geen persoonlijke ervaringen erin, niet jouw smaak erin door laten vatten, hoe jij over dingen denkt, maar gewoon puur wat je ziet. Op de volgende dia zien we een voorbeeld ervan. Nou, waarom doen we dan natuurwetenschappen? Voornamelijk uit nieuwsgierigheid, daar is het allemaal mee begonnen. Gewoon weten hoe zit het nou in elkaar. Maar ook om de kennis te vergroten. Dus als je al nieuwsgierig bent en je hebt al wat kennis en je wil die kennis uitbreiden, dan moet je natuurwetenschappen doen. Je kunt er ook geld mee verdienen. Het is goed voor je prestige. Denk aan bijvoorbeeld de vluchten naar de maan. Dat was voor prestige. Hulpvaardigheid in de geneeskunde. Maar goed, nou eerst even terug naar die objectieve metingen. Wat zijn dan objectieve metingen? Nou, stel je kijkt naar deze afbeelding. Nou, objectieve beschrijving hiervan. Dat je zegt, deze rechthoek is lichtgroen. Lichtgroen is een gedefinieerde kleur. Dus daar kun je aan refereren. En de vorm is een rechthoek. Want we zien een figuur met vier rechte hoeken. En dat is van de definitie van een rechthoek. En iedereen zal dit als een rechthoek herkennen. Subjectief zou je kunnen zeggen, deze mooie figuur is prachtig groen. Ja, wie vindt dit prachtig? Ja, ik toevallig wel, maar ik hou nou helemaal van groen. Maar misschien haat je groen en dan vind je het helemaal niet prachtig. En wie zegt dat je dit een mooie figuur vindt? Dat zijn meningen. Meningen worden in de wetenschap niet gebruikt. Een ander voorbeeld van subjectief. Zoals je zegt, ik speelde gisteren op een veld dat er precies dezelfde vorm en kleur had. Nou ja, ten eerste, wat was je aan het spelen dan? Daar iemand die de tekst leest, iemand, als je daaraan refereert, weet niemand dat je het over deze figuur hebt. Want op wat voor veld was je aan het spelen? Welke kleur had dat veld dan? Wat voor rechthoek? Je moet denken dat als je dat beschrijft, iemand anders deze figuur die hierboven staat niet voor zich heeft. Dus die moet dat dan maar gaan raden. Dus dat is objectief beschrijven. Objectief is dat als jij het beschrijft, iedereen weet dat bedoel je. Nou, wat zijn natuurwetenschappen dan? Hoe zitten natuur en scheikunde nou ten opzichte van elkaar? Wanneer heb je nou natuurkunde, wanneer scheikunde? Terwijl je ook al bijvoorbeeld biologie hebt gehad. Nou, dan gaan we kijken naar de natuur bestuderen en de verschillende aspecten daarvan. Nou, dan kan je zeggen van, aan de ene kant ga ik de levende natuur bekijken, of ik kan de levenloze natuur bekijken. Levenloos betekent dus alles wat nooit geleefd heeft en ook niet zal gaan leven. Levend, ja, dan heb je het over biologie. Bijvoorbeeld een zeehondje. Leuk, schattig zeehondje. Maar het is biologie, die gaan we in dit vak niet bekijken. Levenloos betekent het heeft nooit geleefd en het zal niet gaan leven ook. Een blok beton bijvoorbeeld. Als je dat gaat kijken, moet je gaan kijken wat gebeurt er met de stoffen van degene die aan het onderzoeken bent. Het kan zijn dat die stoffen veranderen, of het kan zijn dat die stoffen niet veranderen. Als ze wel veranderen, dan praten we over scheikunde. Nou, hier zie je een heel aangrijpend voorbeeld van scheikunde in werking. Grote vlammen, waarbij dus de stof die aan het verbranden is, verandert in grote wolken rook en roet en allerlei andere vervelende gassen. En als de stoffen niet veranderen,
dan spreken we over natuurkunde. Hier zien we een voorbeeld van een toepassing van natuur. Hier wordt de bliksem even in een ingekaderd. En die wordt even naar onze hand gezet. Letterlijk, als je kijkt naar die ene persoon, letterlijk naar zijn hand gezet. Maar hier veranderen geen stoffen. Alle stoffen blijven zoals ze waren. En dan hebben we het over natuurkunde. Oh ja, je moet ook nog even weten dat er nog alternatieve namen zijn. Zeg maar de officiële namen. Scheikunde wordt ook wel chemie genoemd. En natuurkunde wordt ook wel fysica genoemd. Nou hebben wij hier een hele scherpe scheiding gemaakt tussen biologie, scheikunde en natuurkunde. En dan zou je zeggen, meer natuurwetenschappen bestaan er niet. Dat is niet waar. Er zijn nog wel een heleboel andere natuurwetenschappen. En de scheidingen zoals die net beschreven hebben, die grenzen zijn helemaal niet zo scherp als dat ze bestaan. Als dat ze net beschreven zijn. Andere natuurwetenschappen zijn onder andere de geneeskunde. Hier een voorbeeldje van kunst en geneeskunde. Fotootje uit Body Worlds. Waarbij je dus heel duidelijk de anatomie van mens en dier ziet. Hoe zit een mens in elkaar? Farmacologie. Medicijnen maken. Dat is ook een natuurwetenschap. Daar zul je veel met scheikunde, maar ook met natuurkunde bezig zijn. Om uiteindelijk biologisch gezien ervoor te zorgen dat een levend wezen zo lang mogelijk blijft leven. Astronomie. Dat is weer een hele andere tak van wetenschap. Althans, heeft heel veel te maken ook weer met wist natuur en scheikunde, maar dan van de sterren. Ik zie hier een prachtige nevel. Nou ja, prachtig. Dat is wat je mooi prachtig vindt. Ik vind van wel. Dat bestuderen, dat is sterrenkunde, oftewel astronomie. Overigens was astronomie de eerste tak van natuurwetenschap die ooit bedreven werd. Kijken naar die lichtpuntjes daarboven van de hemel en wat zijn dat nou? En we hebben natuurlijk ook overlappende gebieden. Dingen die heel veel met elkaar te maken hebben. Of waar de grens tussen natuur en scheikunde en biologie niet zo duidelijk is. De biofysica bijvoorbeeld. We zien hier een insectje, een schrijvertje. En die loopt over het water. Nou, dat schrijvertje leeft, maar dat is dus biologie. Maar dat die over het water kan lopen, dat is natuurkunde. Biochemie. In jouw eigen lichaam zijn een heleboel biochemische processen gaande. En onder andere de erfelijkheidsleer heeft tegenwoordig alles te maken met scheikunde. De chemie van, oftewel de scheikunde van levende wezens, dat noemen we biochemie. Fysische chemie, bijvoorbeeld kristallen bekijken. Dan bekijk je dus scheikundige zaken met behulp van natuurkundige technieken. Met fysische chemie. En andersom heb je dan natuurlijk ook chemische fysica. Waarbij je de scheikunde gebruikt voor natuurkundige dingen, zoals bij 3D-printers. En als laatste voorbeeld geven we hier medische fysica. We zien hier een MRI-scan. Daar worden natuurkundige technieken gebruikt om geneeskundige zaken te bekijken. En zo zijn er nog talloze andere mogelijkheden.